Ja, nee, het is een jaartje dat ik weg ben geweest. Dus ja, het is leuk om iedereen weer te zien. Hey Bart, hoe was het weer om weer even terug te zijn op Varkenoord? Ja, leuk. Ik moet zeggen, hier ben ik nog niet heel veel geweest. Het is allemaal nieuw, maar het is goed om iedereen weer te zien. Nog veel bekenden tegengekomen? Ja, zeker. Ja, iedereen, het gebouw is nieuw, maar alle mensen werken er nog, dus dat is mooi. Levert leuke praatjes op, lijkt me. Herinneringen? Zeker. Ja, nee, het is een jaartje dat ik weg ben geweest, dus ja, het is leuk om iedereen weer te zien. En je scoort gewoon. Eerst volgende duel met je oude ploeg. Ja, ook dat nog. Nee, het was een mooie aanval en ik maak hem af. Ja. Ja, was die goal een beetje, hè, want je hebt natuurlijk een erg aanvallende rol bij Union, maar was die goal een beetje een toonbeeld van hoe jullie spelen? Ja, ik denk dat we in de eerste 60 minuten vooral best wel hoge pressie geven en de bal ook snel weer terug veroveren als we die verliezen. En dat is een beetje ons spel en met veel pressie. Dus ik denk dat we dat de eerste 60 minuten zeker wel goed hebben laten zien en daarna ook wel. Ja, jullie ploeg was natuurlijk de verrassing van vorig seizoen. Er was promovendus bijna op een haar na die Belgische titel te pakken en je daarmee wel te plaatsen voor de volgende van de Champions League. Heb jij er vertrouwen in dat jullie die lijn nu doortrekken en kunnen laten zien dat geen eenmalige verrassing was? Ja, we hebben een goede voorbereiding gehad, moet ik zeggen. We hebben tegen goede tegenstanders gespeeld, Brighton, Sporting Lissabon en Feyenoord nu. Dus dat is een goede voorbereiding op de kwalificatie Champions League. En anders hebben we de Europa League, dus komen hele mooie wedstrijden aan. Merk jij verschil in vorig seizoen, hoe ploegen naar jullie kijken, hoe jullie naar elkaar kijken, verschil in ambitie binnen de club? Nou, dat heb ik nog niet echt, omdat we in de competitie nog niet gestart zijn. Dat moeten we zo meteen moeten dat zien. Volgende week begint de competitie al, dus dat is snel. En daarna hebben we iedere week 3 wedstrijden, dus dat is een mooie uitdaging. Je verwacht natuurlijk van alles als je bij zo'n promovendus in België tekent, maar ik kan me toch niet voorstellen dat jij een jaar geleden had gedacht dat je een jaar later met diezelfde club kwalificatie Champions League zou gaan spelen? Ja, dat is wel snel dat het al gebeurt en dat we zo lang hebben gestreden voor het kampioenschap. Dat we het dan uiteindelijk niet halen is gewoon een grote teleurstelling, maar kijkend waar we vandaan komen mogen we heel trots zijn op vorig seizoen. En ik geloofde in de plannen van de club en het heeft zich wel terug uitbetaald, dus ik ben blij. Ben je hier bij Union de beste versie van jezelf die je ooit geweest bent? Misschien wel. Ik speel nu als wingback, dus wat hoger ligt me wel en ik speel veel wedstrijden en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Denk je dat Feyenoord trainer Arne Slot naar jou kijkt en denkt van, goh, waarom hebben wij de jongen ooit laten gaan? Nee hoor, dat denk ik niet. Ik heb hier een hele mooie tijd gehad en uiteindelijk was het tijd voor mij om ergens anders aan de slag te gaan en dat is allemaal prima. Succes komend seizoen. Dankjewel.